vandaag nog eens iemand goed verrassen. Welkom bij Victor Vlogdown. Jans vader is gisteravond terug thuisgekomen van Gert Late Night. En om dat te vieren wil ik hem eens goed verrassen. Dus ik ga voor een topontbijt zorgen. Ik ga nu speciaal naar een bakker en naar een beenhouwer vertrekken om beste grieven uit te halen. En dan gaan we er hier een feest van maken. Wat een feest. Als hem hier niet blij mee is, dan weet ik het ook niet meer. Lang is het komen zeggen dat hij totaal geen honger heeft. Dat hij eigenlijk geen goesting heeft om te ontbijten. Dus dat gaat nog leuk worden. Dus hij heeft totaal geen zin in een groot ontbijt, of wat? Nee, hij wou gewoon twee spieren eigenlijk. Oké, we gaan hem uit zijn bed halen. Goedemorgen, Prins. Goedemorgen. Ik heb een lekkere verrassing beneden van zien. Ja, wat? En van alles? Ik ben naar beneden gekomen. Ja. Je zit dan zo helemaal geïnteresseerd en al. Ah ja, ik heb mijn best gedaan, hè. Een verrassing. Om je terugkomst te vieren. Allee, goed. Ik kom kijken naar de verrassing. Ja, leuk hoor. We wachten je beneden op dan, hè. Ja, dat is goed. Nu? Ja. Amai. Wauw, zeg. Ben je blij? Een droom. Pas op, ik weet dat je gewoon eieren wou, maar die kan ik ook bakken, hè. Ja, ah, bak maar, dat is goed. Begint er maar af. Wat wil je hebben? Een spiegeleitje. Voilà, ik zal mij voor de eerste keer deze vlog iets echt ontpoppen tot een ware chef-kok. Nou, dat komt wel goed. Veel eitjes in één pannetje, hè. Nou ja, maar ze plakken niet, dat is dan niet. Maar om de tijd heb ik goed geduld, heb ik zo een beetje een rechtje. Perfect. Ja, en nu? Oh. Amai. Oh, amai. Amai. Zeker. Oh, onder wel geluk. Maar ik zit wel onder de indruk even. Ja, ja, maar ja, kijk. Hup. Nu was je wel verrast, hè? Nu was ik verrast. Moet je dat nog heel een tijd zo zeggen, de rest van de dag? Heel een dag. Of wauw. Amai. Wacht, ik zal het spontaan doen zonder dat ik het vraag. Ja, wacht. Wauw. Wauw. Ik ben zo verrast. Oh, wow. Wat een ontbijt. Ai. Het is toch altijd leuk als je ziet dat je inspanningen geapprecieerd worden. Voilà, dat was een heerlijk ontbijt, maar vooral verrassend, hé? Ik kijk al uit naar het ontbijt van morgen. Voilà, wij gaan onze dag beginnen en ik zie jullie morgen terug. Bye bye.